Het is augustus 1944 en Tony Herbrink moet van zijn commandant een boodschap overbrengen een paar kilometer verderop. Hij wordt beschoten en hij doet net alsof hij dood is. En ik verwacht dat hij wel op zou staan straks. En dat deed hij. En toen? Nou, en toen had ik verder geen last meer van die man. Hoezo? Nou, omdat ik mijn mitrailleur gebruikt heb. En daar hebben we nou nog buikpijn van, dus je moet niet al te lang erover neervragen, maar dan begin ik te verdienen. De Irene-brigade kreeg veel kritiek. Ze zouden niet echt hebben meegevochten. Loslaten, we gaan nu naar boven. Box met mij mee, ja. Tweede vent, derde vent, vierde vent. Ja. KVO, ja. Opstellen. De Irene-brigade is er niet meer, maar de tradities zijn er nog wel. Trots als de mannen van nu zijn op de prestaties van toen. We hebben gelukkig nog een aantal oud-strijders die nog in leven zijn. En die verbondenheid van die oud-strijders en jonge veteranen die is enorm hecht. En het mooie is dat wij ons fusilierskoord, wat wij op ons uniform mogen dragen, ook altijd nog steeds op ceremoniële gelegenheden door onze oud-strijders laten uitreiken. We zijn op het oefenterrein in Marnewaard, in een van de noordelijkste puntjes van ons land. Hier oefent het 17e Panzerinfanteriebataljon, voortgekomen uit de Irene-brigade. Battlegroup will attack. Objective Sokken. Ik ga zo meteen vertellen wat mijn commandant mij opgedragen heeft, welke taken ik ga uitvoeren. We komen van zuid, gaan naar noord en dienen daarbij vijandgericht. De vijand, twee woorden, or destroy or removed. Wat wordt daarmee bedoeld? Vernietigen betekent als je niet weg wilt, dan slopen we hem. De manschappen hebben de zoveelste nacht in het veld doorgebracht. Het was goed fris, maar konden we tegen. Onze eenheden lagen al vannacht heel vroeg in locatie. Onze snipers zitten goed verstopt. We hebben veel waarneming gehad op de vijand. En hij geeft ons de intel die we nodig hebben om zo meteen voorwaarts te kunnen. Het oorlogvoeren gaat nu heel anders dan vroeger. Zo kan alles via de computer gevolgd worden. Wanneer er geschoten wordt, met wat er geschoten wordt, wie er gewond is geraakt en waar die gewond is geraakt. Ik zie op dit moment dat deze persoon, die is op dit moment donker gekleurd, die zie ik dat die gewond is. Dat kan ik ook op mijn andere scherm kan ik dat ook keurig netjes meekijken. Ik kan wat meer details van de gewonden kan ik terughalen. En ik zie dat dit een gewonde soldaat is, liggend. Oftewel, die zal ook straks liggend afgevoerd moeten worden. En dat is dan weer een trainingsonderdeel dus voor de geneeskundige dienst, de afvuurgroepen. Wat is het grootste verschil tussen toen en nu? Is gelijk wel een verschil. Het gaat om vrede. Het gaat om veiligheid. Ik zie niet echt een verschil. Zij hebben die kans gekregen. Ze hebben het gedaan voor ons volk. En dat is eigenlijk hetgeen wat wij ook doen. Klokslag 8:30 en de aanval wordt ingezet. 13 en 14 mei wordt het 75-jarig bestaan van de Irene-brigade groots herdacht in Oorschot. Dat is absoluut een mijlpaal, niet alleen voor ons als huidige fusiliers, maar zeker ook voor onze oud-strijders die wij overal waar we nog kunnen meenemen en waar we een hele hechte band mee hebben. Zij hebben in Nederland en ook een heel groot gedeelte van Europa bevrijd in tijden van terreur. Trots? Ja, absoluut.